Welkom bij Gilde Schout. We zijn nu in andere tijden aanbeland. Normaal gesproken zouden we nu in een zaal zitten met makers die vertellen over hun programma van de aankomende 3 maanden. Dat is nu anders, maar het geeft ons ook de kans om met invloedrijke mensen te spreken achter de schermen. We hebben nu Frans de Vries uitgenodigd, bekend van de Vries producties. En we gaan het hebben over de uitmarkt, deze gekke periode. En nog veel meer wat hem allemaal beweegt. Welkom Frans. Ja. Heel fijn dat je er bent. Ja. Om gelijk dan te beginnen, hoe zagen de afgelopen maanden voor jou eruit? Afgelopen maanden? Het gaat allemaal heel snel. Hè? Wat de ene week geldt, is de andere week al oud nieuws. En de week erop eigenlijk ook weer. En ook plannen die je de ene week maakt, die zijn een week daarna slaan ze al helemaal nergens op. En kunnen ze de prullenbak in. En bij wijze van spreken 2 weken later vissen ze er weer uit. Omdat er toch nog een ideetje in zat wat klopte. Dat is het eigenlijk. Vanaf het moment dat dit begon. Nou, dan ben je eerst even 1 dag van slag, want dan denk je, god, het is echt wel serieus wat hier aan de hand is. Maar hoe ingrijpend het dan is op dat moment, ja, dat besef je denk ik nauwelijks. Ja. En wij waren in de, nou ja, dan kijk je, god, wat zijn we aan het doen? We hebben een paar grote projecten, dat is Kwaku Summer Festival, Uitmarkt, Vondelpark Openluchttheater, Kittikoti, weet je, wat gaan we doen deze zomer? En in maart is augustus nog heel ver weg. Hè? Ja. Dan denk je, oh ja, nou, eerst eens even ons richten op deze eerste periode. Vondelpark, daar beginnen we altijd in mei mee. 5 mei Kinderbevrijdingsfestival, dat is eigenlijk de start van ons seizoen. En het was al wel vrij snel duidelijk dat dat niet door zou gaan. Die zouden we niet halen. En dat merkte je ook al omdat 4, 5 mei werd een besloten herdenking. De festivals werden afgelast. Dus dat zagen we al wel. Maar dan heb je altijd nog in je hoofd van een maand later of een maand daarna of een maand daarna. Dus dat was altijd iets van, we passen ons aan. Maar eind augustus, de uitmarkt, staan we gewoon met z'n allen op het Museumplein, op het artiestenterras, wijn te drinken, terug te kijken op een rare periode, maar we mogen weer. Ja. En toen dat op een gegeven moment ook er niet meer in zat, ja, weet je, dan is het even zwaar en dan moet je weer gaan kijken wat we gaan doen. Dus maar wat gebeurde toen met jou persoonlijk? Was het echt dat zakt dan de moed in de schoenen of geeft het juist weer nieuwe energie? Nou, dat komt nooit tegelijk. Hè? De moed moet heel even wegzakken om jezelf weer op te peppen en dan weer door te gaan. Dat kan niet anders. Nee, ik vond dat met name zijn echt 2 dingen die mij met name emotioneel raakte, om het zo maar te zeggen. Dat is het feit dat wij concludeerden dat het Kwaku Summer Festival echt niet door kon gaan. Ja. Dat je denkt van, ja, daar is niets van te bakken. Er is gewoon no way dat wij een vorm vinden die aan de ene kant 150.000 man in 4 weekenden in het Nelson Mandela Park heeft tot, ja, wat kunnen we wel? Daar is geen tussenin te vinden. Ja. En dat vond ik echt heel naar, omdat je dan denkt van de heel Zuidoost, de hele gemeenschap daar, Surinaams-Antilliaanse gemeenschap in heel Nederland eigenlijk. Van we hebben daarmee een enorm verbindend evenement gecreëerd, of eigenlijk voortgebouwd op wat al bestond. En dat valt weg en daar hebben heel veel mensen gewoon een enorme teleurstelling van en die is ook voelbaar bij ons dan. Ja. Dat vond ik een hele vervelende en uitmarkt eigenlijk op dezelfde manier. Dat er zijn zoveel mensen bij betrokken, zoveel instellingen en het feit dat wij iets niet kunnen maken, dat is vervelend voor ons, maar dat betekent ook dat al die anderen het ook niet kunnen maken en nog steeds niet kunnen maken. Dus het voelt echt als een enorme domper op de hele sector op dat moment. En dat vond ik ook een heel lastig moment. Als je realiseert dat het gewoon hele verstrekkende gevolgen heeft. Dat een dip kan je opvangen. Hè? Dan denk je van, nou oké, goed, dippie. En even later kom je er weer uit en dan moet je even rustig aan doen. Hè? Als je ziek bent geweest of iets anders. Ja. Maar dan kan je weer. Maar dit was zo en is zo ingrijpend dat je op alle fronten gevolgen ziet, consequenties daarvan ziet en ook nog heel veel niet eens realiseert. En dus de weerslag die het gaat hebben op de hele sector, de hele culturele sector, is enorm. Ja. En voordat dat bekend is en teruggepakt kan worden, en nou, dat gaat echt heel lang duren. Dus het was vooral het besef, niet zozeer van
we moeten ergens anders met ons glaasje witte wijn staan. Ja. Maar vooral het besef hoe, ja, hoe veelomvattend dit is, dat vond ik wel heftiger. De culturele sector onder Halbesma die heeft het natuurlijk ook heel erg zwaar gehad. En iedereen die pakt dat weer, maar in feite kan je nu zien dat de weerstand er toen eigenlijk al uitgesloopt is overal. En dat die daarom misschien wel zo keihard binnenkomt bij iedereen. Ja. Om even een ander groot maatschappelijk moment of een punt van dit moment te pakken. De hele Black Lives Matter beweging, ik denk dat het wel degelijk allemaal met elkaar te maken heeft. Dat er een diep geworteld gevoel van niet volledig onderdeel zijn van de maatschappij. De sociale ongelijkheid zit daarin. Dat het niet voelen van wij zijn één samenleving, wij horen bij elkaar en wij hebben zorg voor elkaar. En die zorg die strekt zich uit van hoog tot laag voor iedereen, voor of het asielzoekers zijn of je eigen bevolking, van iedereen die erbij hoort. Ik denk dat wat wij de afgelopen 10 jaar terugkijkend gedaan hebben, is een toch een soort van gesegmenteerde samenleving bouwen. Of ja, waar die samenhang niet meer in zat. En ik denk dat je daar nu ziet dat die op zijn zwaarst getroffen wordt en dat wij dus echt alles op alles moeten zetten om die samenleving in de meest letterlijke zin van het woord weer terug te krijgen. Ja. En dat... En daar zou dan niet, om je voor in te vullen, daar zou de culturele sector zeker, wel een sleutelrol in moeten hebben. Zeker. Want dat gaat heel erg over het weer verzinnen van de gemeenschappelijke idealen, verhalen, dat wat men bindt. Ja. En weet je, het verhaal rond het kampvuur bracht vroeger ook de groepen bijeen. En ja, daar werden de waardes in doorgegeven. En daar werd het toekomstperspectief geschetst. En daar werden de plannen gemaakt, want daar gaan wij naartoe. En dat op een andere vorm moet nu ook weer gaan gebeuren. Ja. En dan zijn we misschien weer in staat om er wel iets goeds uit te halen uit deze ellende. Omdat we dan heel goed terug moeten kijken naar wat er gebeurd is in de afgelopen 50 jaar, 60 jaar. En hoe wij die barsten, die weefhoutjes weer kunnen herstellen. Ja. En tot een echte samenleving kunnen maken. Want dat het nu op alle fronten kraakt en piept en knarst, nou, dat is niet een symptoom. Dat is niet een incident, het is een symptoom van een aantal fouten. Ja. En daar alle sectoren zijn er voor nodig, maar zeker wetenschap, kunst, cultuur, ja, zijn hele belangrijke pijlers. Ja. En jij zit dan ook op een voorname positie vanuit ook de uitmarkt, wat natuurlijk wordt gezien als de aftrap van het culturele seizoen, wat natuurlijk nu misschien een extra lading krijgt. Kan je misschien vertellen over wat je net vertelde over jouw visie op de maatschappij en ook welke rol cultuur daarin speelt, hoe dat dan misschien wordt vertaald bij de uitmarkt? Als je het openluchttheatertje hier verderop in het park, dat is een enorme magneet voor heel veel doelgroepen. Lang niet genoeg, maar goed, daar zijn we mee bezig. Maar mensen die daar komen, die daar voorstellingen willen zien. En dat doen we dan ook in het volstrekte besef dat wij denken dat het samenbeleven van kunst, cultuur, voorstellingen, optredens, in kleine stapjes, maar uiteindelijk wel meer begrip voor elkaar gaat geven. Ja. Dat als jij naast iemand staat en jullie genieten van hetzelfde ding, dan ben jij met iemand verbonden. En ja, die kleine stukjes van verbondenheid, als we dat groter kunnen maken, dan doen wij iets, dan voegen wij iets van cement toe aan wat Amsterdam moet zijn. En daar is het kwakwalk een hele belangrijke in. Die zit meer op het sociaal-maatschappelijke. Ja. De uitmarkt zit dan meer aan de culturele kant. Weet je? Ja. Dat is het waar wij opereren. Ja. En dat is belangrijk, maar het is in deze tijd verrot moeilijk, want als ik zeg samen beleven van, en jij staat naast iemand, noem ik net als voorbeeld, ja, maar je staat nu naast niemand. Ja. Je zit voor een schermpje te kijken. Want dan gebeurt het ook bij de uitmarkt dit jaar. Nou ja, dat is wel waar wij op een gegeven moment mee zijn gestart. Van, als wij niet fysiek bij elkaar kunnen komen,
dan kunnen we zeggen van, nou oké, we slaan een jaartje over, maar dat kan niet. Want iedereen zit nu gewoon heavy in de shit, dus wij moeten ook zorgen dat wij er zijn. Want wij zijn een uitmarkt, is de opening van het culturele seizoen. Tuurlijk vraag je je af, wat is dat seizoen, bestaat het nog en wat gaan we zien straks? Maar meer dan die opening van het culturele seizoen vind ik ook dat wij de afgelopen jaren, vele jaren, in staat zijn geweest om nationale focus op kunst en cultuur te krijgen in het weekend. Ja. Er zijn landelijke dagbladen, magazines, radio- televisieprogramma's, allemaal met culturele bijlagen, culturele programma's. En die aandachtsfocus, die moesten wij gewoon vasthouden. Ja. Juist nu, omdat het heel belangrijk is. Nou, en dat bleek dan toch nog heel lastig te zijn. Ja. Want dan denk je, met een belje in een krant en dan zeg je van, oké, jullie hebben altijd de culturele bijlagen. Wij zijn dit van plan, gaan jullie mee? Nee, zeggen ze dan, we hadden net bedacht om hem eruit te doen, want we hebben geen adverteerders, blijkt dan, als je doorpraat. Ja, ja. En dat je denkt van, ja, kom op zeg, dat moet juist nu, weet je wel. Nu hebben we juist weer dat cement nodig. Maar mis je dan een gebrek aan solidariteit? Heb je dan een gebrek aan solidariteit? Gemakzucht vind ik het. Ik vind tuurlijk, tegenslag. Dat is overal. En maar je kan niet, vind ik, de deur dicht doen en onder je bureau gaan zitten. Wachten tot het over is. Ja. Dat werkt niet. Je moet gewoon staan. Is dat dan het verhaal van dit jaar, dat je zegt van, we gaan gewoon door? Nou ja, dat was ook van, hoe gaan we dat in godsnaam doen dit jaar? En we hadden al vrij snel bedacht van, wij moeten in ieder geval naar een digitale aanwezigheid. Ja. Maar we hebben als uitmaak geen potje. Elk jaar scharrelen we het geld bij elkaar. Dat geef je uit en het is op. Er is geen spaarpot. Dus uiteindelijk hebben wij de toekenning die we uit van de gemeente altijd krijgen uit evenementenfonds. Wat geld, we krijgen daar wat geld. Nou, her en der, sponsoren. We hebben een deel van dat geld vast kunnen houden. En gezegd van, daar gaan wij een platform voor maken. En dat platform, dat moet een digitale uitmarkt worden. Een digitale uitmarkt, daar gaat natuurlijk niemand zomaar naar kijken. Want als wij een uitmarkt.nl hebben, dan is die eigenlijk alleen maar actief in de maand augustus. Ja. Want dan denken mensen, god, is bijna uitmarkt. Ik zie posters hangen, wat ga ik eigenlijk doen? En dan ga je naar www.uitmarkt.nl en dan bedenk je, hé, dat is leuk, ik ga daar naartoe. Dat is nu niet. Dus wij hadden bedacht van, wij moeten dat bereik bouwen. Wij moeten een hele grote groep mensen al verzamelen die samen met ons dat weekend ingaan. Ja. En daar hebben wij de thuismarkt voor verzonnen. En die thuismarkt die heeft eigenlijk twee grote doelstellingen. De eerste is aandacht voor kunst en cultuur, voor makers. Tegelijkertijd zoeken we daar en hebben we daar een vorm voor gezocht, zodat zij er ook wat geld aan overhouden. En het tweede is bereik creëren voor iedereen om dan samen straks die uitmarkt in te gaan. Maar bereik creëren, dat is ook eigenlijk wat je op een uitmarkt doet. Want je komt voor het Nationaal Ballet, of je komt voor Caironi, of je komt voor de Kik, of je komt voor, nou, voor wie dan ook. Hè, en al die doelgroepen die komen daar zo en die kunnen kennis maken van elkaars projecten, dingen, die voorstellingen. Nou, en dat samenbrengen, dat gaan we met dit platform ook doen, Thuismarkt. Wij gaan op 1 juli, gaat hier lucht in. En dat is dan thuismarkt.nl? Nee, uitmarkt.nl, alleen heet die Thuismarkt, okay. Maar allemaal uitmarkt.nl. Gewoon één platform, uitmarkt.nl. En wat wij daar hebben, dat is een videoplatform. Ja. Dus je kan daar video's bekijken, korte optredens. En je moet het eigenlijk zien als een soort van TEDx. Het zijn korte optredens, die zijn speciaal gemaakt daarvoor. En daar moet je €2 voor betalen. En die €2 die gaat in zijn geheel naar de artiest. Ja. En als ik even op inhaak, want dat vind ik wel opvallend. Want we hebben natuurlijk de afgelopen maanden gezien dat heel veel makers ook hun content gratis aanbieden. Cool. En dit is natuurlijk wel een stap. Ja. Ik denk dat ook misschien het publiek misschien wel moet wennen aan het feit dat ze daarvoor moeten gaan betalen. Nou, dat is het ook. En dat is ook een van de redenen eigenlijk waarom wij dat doen. Kijk, er zijn
Best wel veel artiesten die nu al materiaal hebben ingeleverd. We hebben zelf een aantal dingen opgenomen met mensen die daar moeilijker toe in staat waren. Zodat we in ieder geval een fix deel van de content hebben. Maar het klopt wat je zegt. En dat was ook wel een gespreksonderwerp bij instellingen. Als we met ITA, Toneelgroep Amsterdam, praten, die zeggen, ja, wij zetten die dingen er zelf op onze eigen site. Deden ze de eerste maanden gratis en ze zijn nu aan het kijken of zij betaald voorstellingen willen neerzetten. Ja. Nou, dat zou kunnen, dat het een hele voorstelling is, dat ze 10 euro voor vragen of die vraagt 5, moeten ze allemaal zelf weten. Wij dachten, daar gaan we niet mee concurreren, daar kunnen we ook niet, wij moeten dat ook niet cannibaliseren. Wij kunnen alleen maar daar iets naast zetten wat mensen gewend maakt aan het idee dat je voor kunst en cultuur moet betalen. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Het is een manier om te doneren aan de sector, aan de betreffende artiest. Het is een manier om gewend te raken van voor kunst en cultuur moet je betalen. Ja. En ja, dat zijn best wel leuke dingen hoor. We hebben een paar dagen in een kleine komedie gedraaid, in een concertgebouw gedraaid. We gaan nog een aantal schrijvers opnemen. Er zijn al een boel schrijvers die zelf ook dingen hebben ingeleverd. En dat wordt dan door ons voorzien van een beginbumpetje, eindbumpetje. En ja, er zit een betaalmodule achter. En alles wat daaruit komt, dat is meegenomen. Maar gaat ook heel erg om die kruisbestuiving. Ja. Dus als Arthur Japin een voorleesstuk inlevert, dan monteren wij dat. Hij krijgt een snippertje terug van 20 seconden met een bumpertje en een oproep om naar uitmarkt.nl te gaan kijken. Ja. En dat zet hij weer uit. Dus in de hoop dat zijn mensen, aanhang, daar terechtkomen. Het Nationale Ballet heeft in de afgelopen 2 maanden tussen 1,5 en 2 miljoen kijkers op hun site gehad. En dat zijn balletvoorstellingen geweest, operavoorstellingen en trainingen, noem maar op, repetities van alles. En die zijn nu aan het nadenken over hoe zij daar grotere voorstellingen betaald op gaan zetten. Nou, dat wordt dan een stuk duurder. Dus als ik dan even vraag, het vooruitzicht is, dit is een experiment, neem ik aan. Ik vraag me af, is het ooit in deze schaal uitgevoerd? Nee, het is een volstrekt experiment. Ja. Maar het zit wel geheid in elkaar. Ik wou daar even die ene zin afmaken. Die 1,5 miljoen kijkers, bij het Nationaal Ballet zit natuurlijk heel veel doublures tussen, maar als wij daar iets van op dit platform weten te krijgen en die richting Hadewig Minis of richting, of het nou Lucky Fons is of Huub van der Lubbe of weet je wel, de gebroertjes Jussen, dat maakt niet uit. Maar als wij dat uitmarktgevoel van, we komen allemaal bij elkaar op dit platform, we hebben er wat voor over, dan hebben wij ook straks een behoorlijk bereik wat we meenemen naar de uitmarkt zelf en die uitmarkt zelf dagen. Dan staat het hele boel open, maar dan komen er ook andere voorstellingen bij, komen livestreams bij en misschien nog wel een aantal live voorstellingen in zalen die dan meedoen, waar je dan via ons kan reserveren. Dus dan hebben wij de uitmarkt digitaal, bestaat dan uit de thuismarkt, de uitmarkt digitaal en in de zaal. Nou, dat in zijn geheel is een groot experiment. De techniek die bijvoorbeeld achter het thuismarktplatform zit, hebben wij niet zelf verzonnen. Dat is ontwikkeld met een club die dat ook bijvoorbeeld doet voor grotere platforms als voor Giro 555 en het Rode Kruis. Dus daar zit een soort massa-denkkracht achter. Hoe zorg je dat dat allemaal draait, maar ook dat je die aantallen aan kan? Maar is het dan misschien een geluk bij een ongeluk dat er nu een platform wordt gecreëerd als bij-experiment, die wellicht als succesvol is, misschien ook wel een nieuw platform maakt, wat heel duurzaam is, misschien duurzamer dan het ene moment wat je normaal gesproken in het jaar hebt, waar je misschien dan een half jaar of een jaar naartoe werkt, wat dan voorbij is, en dat je dan weer opnieuw begint? Nou ja, dat is wel steeds de gedachte erachter geweest. Dat alles wat wij nu gaan doen, moet wel nut hebben daarna ook. Het moet niet een one-off worden. En wat je nu ziet, is zeg maar, de maatregelen worden verruimd. En naar verwachting kunnen we straks meer mensen in zalen kwijt. Maar ik denk ook dat, aangezien we nu dit COVID-19-virus echt ook in onze deel van de wereld hebben gekregen. Vorige SARS en andere, die bleven nog redelijk in Azië en in Afrika. Dan zie je ook dat de samenleving is zo snel veranderd en die globalisering die heeft ook dit soort gevolgen. Dat het niet uitgesloten is, dat het vaker kan gebeuren. Ja. En we zitten zo langzamerhand met zo vreselijk veel miljarden mensen op deze wereldbol, dat de besmettingsgraad ook allemaal veel groter
groter en hoger is geworden. Dus het kan zijn dat dit vaker gaat gebeuren. Het kan zijn dat er beperkingen blijven op aantallen. Het kan zijn dat er bij mensen ook een angst is om je weer in grote groepen menigte te gaan begeven. Dat zou allemaal kunnen. En wat wij nu met dit platform of met die techniek wel hebben, dat is dat ik voorzie zeker dat voorstellingen die straks in theaters komen, eerst nog voor beperkt publiek, maar misschien later ook voor meer. Ik denk dat het heel fijn is en heel waardevol is als daar een soort van streamingsdienst onder ligt. Ja. Een platform waar voorstellingen op kunnen komen die tegen betaling, welke dat gaat worden weet ik niet, maar dan bekeken kunnen worden en dat die betaling ook nog een extra inkomensbron wordt voor de artiest die het daar plaatst. Ja, maar ik kan natuurlijk voorstellen dat de grootte der aarde, die vinden we weg wel in de markt. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat ook vanuit de uitmarkt, je hebt natuurlijk te maken met het hele spectrum aan makers. Ja. Dat misschien ook al makers zijn voor wie dit best wel nieuw is. Ja, nou en wij, zeg maar, dat thuismarktgedeelte, in die zin is het een experiment. Dat is een format, 10 tot 15 minuten. Je betaalt €2 en daar gaan we eerst eens even het hele bereik mee creëren. In die fuss around, gewoon de hele uitmarkt. En op het moment dat het werkt, en het werkt goed, we hebben de kinderziektes eruit gehaald. Ja. Dan kunnen we dit platform vrij makkelijk ombouwen naar inderdaad die kaartenbak waar je gewoon voorstellingen kunt vinden. Gewoon een enorme bibliotheek. En dan kan de artiest bij wijze van spreken zelf betalen van wat hij daarvoor hebben wil. En dan kan je dat gewoon direct afrekenen en kan je gaan kijken. Het klinkt bijna alsof het een culturele staalkaart wordt van Nederland. Ja, dat zou zomaar kunnen met dit ding. En er zitten hele grappige bewegingen in. Hè. Paradiso begon ooit een streamingsdienst vanuit de zaal. En toen dacht ook iedereen van, oh jee, maar dan zit je gewoon te cannibaliseren op je eigen publiek. Want als je dat hier kan zien, dan ga je niet meer naar de zaal. Bleek echt het tegendeel. Het gaf juist meer gedoe en het had een aanzuigende werking. Ja. De zalen zaten voller en er werd gekeken naar die streams. Nou, als je dat realiseert, dan kan je ook bedenken dat we bij voorstellingen die nog lopen misschien een goedkopere voorstelling per stream erachter kan doen. Want zaal en digitaal is toch nooit hetzelfde. Ja. In die end wil je gewoon toch in de zaal zitten. In die end wil je gewoon een bandje horen. Je wil gewoon die klassieke muzici horen. Je wil gewoon die dansers horen hijgen en stampen op de vloer. Je wil gewoon fysiek daar zijn. Dat is wat je wil. Maar dat je het dan niet ziet, maar goedkoop mee, is denk ik een hele goede aanvulling voor wat er allemaal nog gaat gebeuren straks. Kunnen makers zich ook melden bij jou? Ja. Ja. Dat gaat ook gewoon via de website, waarbij ze kunnen zeggen van, ik heb iets te geks. Ja, op het moment, wij gaan straks los met dit gedeelte. Ja. En op dat moment is ook duidelijk hoe ze ons kunnen vinden. En dan hebben we gewoon een afdeling voor zalen die mee willen en een afdeling voor makers. En in die eerste periode ligt echt het accent op die makers. Ja. Ja, nou ja, en hopelijk komt daar ook nog wat geld voor iedereen uit. Dat zou helemaal mooi zijn. Dan misschien als troost, of misschien een slotvraag aan jou. Heb je tips om jezelf mentaal fit te houden? Heb je boeken of podcasts of andere? Ja, dat is grappig. We hadden het net even over het vertellen van de verhalen, wat in feite theater, dans, abstracte muziek allemaal doet. En wat dat betreft zijn boeken natuurlijk veel directer. Dat is gewoon, iemand heeft dat verhaal verzonnen. En dus inderdaad, ik heb behoorlijk wat boeken gelezen de afgelopen tijd. Inderdaad, echt van alles. Er ligt nou ook Pierre Jarrewans, zeg maar, dat de volger van die het verhaal van mijn vader, dat is ook wel zo'n dikke, die ligt klaar. Fijn verhaal natuurlijk. Lauren Binet hebben we net twee van die dikke pillen achter de rug en daar is tijd voor. Maar er wordt natuurlijk ook best wel veel genetflixt. Ja. Bij mij ook. En maar waar heb je er eentje, misschien een boek wat je nu zou aanraden aan onze kijkers? Ik begin bij de Netflix. Ik heb echt genoten van Sex Education. Ja. Dat schijnt al langer te bestaan. Ik was er nooit aan toegekomen. En nou, dat is briljant, vind ik dat. Goede Engelse humor. En Gillian Anderson, nou, daar houden we allemaal van. Ja. Ik vond ook Afterlife met Ricky Gervais vond ik ook fantastisch. Nou, daar was ik nooit aan toegekomen. En daar is dan nu ineens weer tijd voor.
Ik denk dat ik als boek toch even Laurent Binet ga noemen, De Beschaving. Die heeft een hele leuke omkering verzonnen. Franse schrijver die heeft op een gegeven moment kwamen wij uit Europa met Columbus, nou actueel kan haast niet, in Amerika en Latijns-Amerika. En daar is vervolgens de halve samenleving zeg maar, uitgeroeid door syfilis, andere gekke ziektes en vervolgens werden ze over de kring gejaagd. En die heeft een omkering gemaakt, want die heeft bedacht dat zij hadden gewonnen. En daarmee kwam er ineens een invasie die kant op van Azteken en anderen naar Europa rond diezelfde tijd. En hoe dat de hele samenleving op zijn kop zette. En dat vond ik echt een heel leuk verhaal. Het is gewoon een goede dikke pil ook, goed geschreven, zit je er middenin. En het geeft ook maar weer even aan van aan welke kant van de geschiedenis je staat. Het is ook volstrekt toeval. Hè? Je bent toevallig hier geboren, ja. Ik ook. Ja. Dit is onze positie, dit is waar wij uit praten. Maar had je ergens anders gezeten, dan had je er anders in gestaan. Ja. En ik denk dat het innemen van een ander perspectief, dat een goede is, maar ook een van de grote waardes van kunst en cultuur eigenlijk. Ja. Gewoon eventjes met een andere blik naar de dingen kijken. Ja. En het hoeft niet allemaal heel groot te zijn, dat kan ook heel klein zijn, maar het helpt. Dankjewel. Ja. Nou, deze tip nemen we te harte. Ja. Dankjewel Frans. Ja, graag gedaan. Is leuk.